Welkom, leuk dat je luistert naar de Eerste Hulp bij het Stapbudget, aflevering 2 van onze podcastserie. Voor nieuwe luisteraars, je luistert naar de praktische podcast van IMK Opleidingen en IPV Training en Advies. Beide zijn praktijkgerichte opleiders die vraagstukken van deelnemers centraal zetten in de trainingen. En dat is dus ook wat we in deze podcast doen. Elke aflevering nodig ik een van onze bevlogen trainers uit om te praten over een onderwerp waar veel deelnemers mee worstelen. Deze aflevering praat ik met Nicole Eggermond, onze eigen directeur. Nicole is verbonden aan de meedenkpool van het Stapbudget en zit daardoor dicht bij het vuur. Welkom Nicole. Ja, leuk. Dankjewel. Ja, leuk dat je mij en onze luisteraars meer wil vertellen over dit onderwerp. Kun je uitleggen hoe jij betrokken bent bij het Stapbudget? Ja, nou, het Stapbudget, dat stap is trouwens een afkorting. Dat staat voor stimulering arbeidsmarktpositie. Hele mond vol. Het is een overheidssubsidie. Die in de plaats komt van de belastingaftrek voor scholingskosten. Nou, en de overheid heeft daarvoor gekozen al een paar jaar geleden om daarmee te zorgen dat het budget ook beter bij allerlei groepen terechtkomt die eigenlijk dat geld ook het hardste nodig hebben. Het bleek dat nu vooral heel erg hoogopgeleide mensen gebruik maken van die belastingaftrek. Terwijl ook allerlei mensen die gewoon praktisch op de werkvloer actief zijn, ja, heel veel baat kunnen hebben om zich te blijven ontwikkelen, om daarbij goed inzetbaar in het werk te zijn. Mm-hmm. En om die reden gaat die belastingaftrekregeling stoppen. En daarvoor in de plaats komt die scholingsregeling. Dat is natuurlijk een regeling die uitgevoerd wordt door de opleiders. Komen we misschien zo op terug welke opleiders daaraan meedoen. En daarom zijn die ook gevraagd om mee te denken in het voorbereiden. En een andere partij is het UWV, die het gaat uitvoeren, de uitvoeringsorganisatie. En DUO, die vanuit zeg maar, de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs betrokken is. En ook straks de regie voert over welke trainingen en opleidingen nu wel gesubsidieerd mogen worden en welke niet. Nou, die hele club van mensen die is al 2 jaar bezig om na te denken om deze regeling goed van de grond te krijgen. En daar was ik vanuit de opleiderskant bij betrokken. Of ben ik nog steeds eigenlijk. Dus die meedenkpool dat bestaat uit opleiders, het UWV en DUO, als ik het even samenvat. Dat is helemaal correct. Ja. En die werken dan samen, waar denken ze dan samen over na? Want die subsidie is er op zich gewoon, maar wat moet dan nog worden uitgewerkt? Ja, nou ja, die subsidie was eigenlijk het simpelst. Hè. Het is eigenlijk precies hetzelfde bedrag wat besteed werd vroeger aan die belastingaftrek. Dat wordt nu een subsidieregeling. Het gaat overigens nu over 200 miljoen euro. Enorm veel geld, maar goed, dat is wel voor heel Nederland beschikbaar. Maar wat moet worden uitgelegd of uitgedacht is hoe die subsidie ook op de goede plekken terechtkomt. Hè? Dus hoe mensen het kunnen aanvragen, hoe we zorgen dat er eigenlijk een onderscheid wordt gemaakt welke opleidingen wel en welke opleiding niet ervoor in aanmerking komt. Hoe alle opleiders ook die dan dat kunnen leveren ook op een goede manier aangesloten raken. Hoe op een zo eenvoudig mogelijke manier ook zo'n aanvraag ingediend kan worden. Nou, dus dat al die processen met al die betrokkenen, dat moest worden of moet worden uitgedacht. Ja. En dan natuurlijk wel op een manier die wel toegankelijk blijft. En dat is een hele klus. Ja. En we zijn er dus ook al een tijd mee bezig. Zijn we al echt een paar jaar mee bezig. En, en per wanneer kunnen mensen die subsidie gaan aanvragen? Ja, de subsidie gaat in op 1 januari 2022. Formeel gaat, dan is die aftrek belastingaftrek gestopt. Maar 1 maart 2022 is het feitelijk zo dat de aanvragen kunnen worden gedaan. Okay. Dus er zijn eigenlijk 2 maanden even vacuüm. Dus per 1 maart kunnen burgers die subsidie aanvragen. Ja. En dan zijn het steeds in tijdvakken. Dus dat hele budget is opgedeeld in een aantal tijdvakken. En dan om het uit te smeren. Ja, eigenlijk om te voorkomen dat het in één keer één grote run is. Maar dat je ook nog in mei terecht kunt. En in september en in oktober. Ja. Dus eigenlijk is het budget opgeknipt en komt er elke keer weer een nieuw stuk budget vrij. Voor de aanvragers die op dat moment dat zich dan melden. Dat klopt. Dus kan je dan ook hebben dat het op een gegeven moment op is voor dat tijdvak? Ja, dat kan. Dus dan moet je wachten tot het volgende tijdvak. Tot het volgende tijdvak. Ja. Okay. En je mag ook 1 keer elk jaar een aanvraag doen. Oh, ja. Het maximale subsidiebedrag is 1000 euro.
En die aanvraag. Maar als je een aanvraag doet voor 500 euro, doe je dat jaar een aanvraag voor 500 euro. Hè? Dus je mag één keer gebruiken. Dus dan kan je niet twee keer voor 500 euro. Nee, dan mag je niet twee keer stapelen. Nee. Oh, okay. En je mag natuurlijk ook opleidingen doen die duurder zijn dan die 1000 euro. En dan moet er een stukje op een andere manier gefinancierd worden. En dat kunnen burgers zelf betalen. Maar daar kunnen ze ook vragen of een werkgever daarin bijdraagt. Of een ONO-fonds. Hè. Dus dan mag ook een derde partij de rest van het bedrag bijdragen. Ja, maar dat regelen ze dan zelf, neem ik aan. Ja, dat moeten ze zelf regelen. Ja. Oké. En wat voor soort opleidingen kan je ermee doen? Ja, eigenlijk alle opleidingen die bijdragen om die arbeidsmarktpositie te verstevigen. En dat kan gaan over persoonlijke ontwikkeling. Hè? Dus alles wat nodig is om gewoon vaardigheden te hebben die je persoonlijk sterk maken in het werk. Om goed te kunnen samenwerken of om leiding te kunnen geven, om te kunnen communiceren. Ja. Dus dat is, maar ook allerlei vakopleidingen komen in aanmerking. Belangrijk is dat een scholing geregistreerd moet staan in het zogenaamde stapscholingsregister. Daar komen eigenlijk alle erkende opleidingen die in aanmerking komen in te staan. Mm-hmm. En wij van de IMK-IPV staan in dat register. Mm-hmm. En dat komt omdat wij een zogenaamd NRTO-keurmerk hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk een keurmerk in de branche voor de particuliere opleiders. En de particuliere opleiders met zo'n keurmerk, die mogen ook aanbiedingen doen. Ja. En dus eigenlijk om te weten of een opleiding in aanmerking komt, kun je in dat stapregister, scholingsregister terecht. Oh ja. Maar ik kan nu al zeggen dat eigenlijk alles wat IMK en IPV aanbiedt, staat erin. Ja. Oh, want het is dus per opleider ook nog wel verschillend. Want een opleider kan natuurlijk heel veel verschillende dingen aanbieden. Maar dan is het per opleiding of het er wel of niet in dat register staat. Ja. En niet opleider als geheel. Nee, het is dus. Nee, dan is het. Maar kan ik bijvoorbeeld, als ik de timmerman ben, maar het lijkt me gewoon leuk om Spaans te leren. Dat is dus niet helemaal de bedoeling. Ja, zeker wel, wel. Zeker wel. Ja, okay. Want dat zijn natuurlijk vaardigheden die heel geschikt kunnen zijn om bij wijze van spreken in het buitenland te kunnen werken. Hè? Ah, okay. Dus het is wat geschikt is om je werk te kunnen doen, mm-hmm. Dat is best heel erg breed. Breed. Oh, ja. Ja, dat is best heel erg breed. Oh, leuk, ja. Ja. En punneken en gitaar spelen. of breien. Of knutselen. Dat soort opleidingen uiteraard niet. Nee. Het is in die zin. Tenzij je daar een eigen bedrijf in wil beginnen. Ja, wellicht. Wellicht ja. Ja. En, ja. Ah, nee, okay. Maar het is echt wel gerelateerd om, aan werk. Hè? Ja, dus je moet het eigenlijk kunnen motiveren om van hoe je dat zou willen inzetten. Ja, en dat hoef je eigenlijk niet meer zelf te doen. Je hoeft dat helemaal niet te omschrijven, want eigenlijk het feit dat een opleiding in dat register staat, dat is eigenlijk voldoende. Ja. Oh ja, dus je hoeft geen motivatie. Nee, je hoeft geen motivatie. Oké. En kan het ook worden gebruikt voor omscholing, vraag ik me af? Zeker. Want er zeker. Is natuurlijk nu heel veel krapte op allerlei plekken. En het gaat echt over inzetbaarheid. Ja. En dat is dat kan gaan over omscholing. Ja. Of allerlei nieuwe vaardigheden leren, omdat er in jouw branche veel wordt gedigitaliseerd. Of omdat er. Dat het branche zelf gewoon verandert. Ja, omdat het werk ook verandert. Hè? Ja. Dus het is zeker juist daarvoor heel erg geschikt en ook eigenlijk ook heel erg de bedoeling. Ja. Dus de overheid heeft heel erg gezien dat het heel belangrijk is dat mensen gewoon hun leven lang zich blijven ontwikkelen om geschikt te zijn om werk te kunnen doen. Ja. 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 Hey, en het budget is individueel, dus je noemde al, het is voor de burgers, ja, zeg maar. Om zeker. Daar moesten wij ook heel erg aan wennen. Ja. Wij praten natuurlijk altijd over deelnemers, maar nee, het gaat over burgers. Ja, waarschijnlijk om de doelgroep zo breed mogelijk te maken. Dat iedereen is natuurlijk burger, dus iedereen. Want het is geloof ik voor mensen die in loondienst zijn, maar ook voor ondernemers en ook voor werkzoekenden zelfs, hè? Ja. Zolang je nog maar niet gepensioneerd bent. Dus in die zin. En al wel 18. Ja. Oh ja. En ook niet zeg maar gebruik maken van een studiekostenregeling. Hè? Dus het is niet, je kunt het niet stapelen in die zin. Nee, precies. Maar het is dus individueel. Maar hebben werkgevers er ook iets aan?
Ja, nou ja, in zoverre dat het werk wordt, hè, de medewerkers worden bekwamer. Dus in die zin is het ook fijn dat je medewerkers zich blijven scholen. Nou, het is wel zo dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat het in plaats van het budget wat werkgevers zelf uitgeven om hun medewerkers te scholen komt. Nee, precies, want dat ligt natuurlijk op de loer. Ja, dat ligt zeker op de loer. Ja. Ja. En dat is ook wel echt wel spannend dat niet gaat gebeuren. Want aan de andere kant is het ook wel heel eerlijk om te zeggen dat werkgevers een hele belangrijke rol kunnen vervullen om medewerkers op het goede spoor te zetten. Hè? Ja, om, dat ze er überhaupt vanaf weten. Ja, dat ze er vanaf weten, maar ook om het gesprek aan te gaan hoe belangrijk het is om je te blijven scholen. Ja. En ook de mogelijkheid te geven om in termen van tijd of begeleiding op het werk, om dingen te mogen toepassen. Mm-hmm. Dus in die zin kan je het ook vaak helemaal niet zo los zien van werkgevers. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat het budget SEC in plaats komt van het budget wat werkgevers zelf ook besteden aan het bijscholen en het ontwikkelen van hun medewerkers. Nee, precies. Moet niet in de plaats komen. Nee, van. Dat zou dan is natuurlijk paard achter de wagen spannen. Hè? Ja. Want het gaat juist om dat er eigenlijk meer wordt in geïnvesteerd. Ja, ja. Ja. Nou, en wat wij zelf denk ik als opleider ook wel veel zien is dat er wel veel wordt geïnvesteerd in opleidingen die vakinhoudelijk zijn. Maar dat soft skills zoals communicatie of leiderschap of dat soort zaken, dat die wat minder snel voorop liggen bij bedrijven om daarin te investeren. Dus daar kan dit natuurlijk dan heel mooi een aanvulling zeker, op zijn. Zeker, zeker, ja. Zeker. En er wordt ook wel heel erg inmiddels onderschreven dat het juist ook die soft skills zijn die maken dat mensen geschikt blijven tot een lengte van jaren om zeg maar al die veranderingen ook mee te kunnen maken. Hè? Want ze moeten met veerkrachtig te blijven. Ja, veerkrachtig te blijven. Zelfredzaam te zijn. Zeg maar ook zelf de beslissingen te kunnen nemen omdat dat meer van hen wordt gevraagd. Goed met klanten te kunnen werken omdat ze daar nu mee in aanraking komen. Of hen te kunnen adviseren met andere mensen te kunnen samenwerken omdat er veel meer multidisciplinair wordt gewerkt. Dus het is bijna de helft van je kunnen, hè, behalve dat je je vak goed moet beheersen, zijn het juist ook die soft skills die maken of je je vak ook succesvol kunt uitvoeren. En dat neemt eerder toe dan dat het aan belang, dan dat het afneemt. Ja, ja. En nog even praktisch, want misschien dat luisteraars nu denken, nou, dat wil ik dus wel aanvragen. Dat kan natuurlijk dus pas vanaf maart. Maar wat zou dan nu een eerste stap zijn? Ja, ja, ja. Nou, vanaf maart gaat het zogenaamde stapregister open. Nou, de hele precieze zeg maar stapjes die je daarvoor procedureel moet zetten, vind je ook op onze site. Staat het heel van IMK en van IPV heel stapsgewijs uitgelegd. Maar eigenlijk is het heel simpel. Eigenlijk meld je je gewoon aan bij ons voor een opleiding. Ja, gewoon bij de opleiding. Gewoon bij de opleider zelf. En je en dan gaat eigenlijk het hele proces draaien. En dan zijn er allerlei. Dan krijg je een bewijs van aanmelding. Nou, dat gaat eigenlijk. Wat dat er gaat, kunnen we deelnemers, of burgers moet ik zeggen, heel goed aan het handje nemen om gewoon goed die stappen ook door te lopen. En onthoud vooral dat je gewoon je gaat aanmelden. Ja. Gewoon voor een opleiding uitkiest of een training uitkiest die goed bij je past. Ja. En dan zetten we daarmee de trein van het aanvragen van de subsidie in gang. Ja. En we hebben ook gezegd, weet je, omdat het 1 maart, nou dan kunnen we formeel die aanvragen doen. Maar je mag je best ook eerder aanmelden als je al weet wat je wil. Ja. En dan, want dan zorgen wij gewoon dat staat het alvast klaar. Ja, staat het alvast klaar. Dat voorziet het register ook. En die hebben een soort voorinschrijvingsmogelijkheid. Ah, okay. Dus wij kunnen ook allerlei gegevens al eerder uploaden, dus ook om het gemakkelijk te maken. Dus als het daarna moet worden afgemaakt door de burgers, staan allerlei gegevens er ook al in. Mm-hmm. En dat stukje kunnen we al in gang zetten. Maar het feitelijke inschrijven gaat pas vanaf 1 maart lopen. Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk, mensen kunnen dus op onze website even kijken hoe gaat het nou in zijn werk. Ja. Maar eigenlijk hoeven ze niet zo heel veel anders te doen dan anders. Ergens een vinkje misschien van het stapbudget. Ja, 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 en ja. Dan pakken wij dat verder op. Ja. Zeker. Dus in die zin is het heel heel gemakkelijk. Hè? Ja. Eigenlijk niet veel anders inderdaad dan een andere inschrijving die je doet. Nou, dat is toch fijn. Ja. En als onze luisteraars nog vragen hebben, waar kunnen zij dan terecht? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk onze studieadviseurs. Hè, die ook heel goed
lijnd zijn om alle informatie over stap goed te kunnen delen. Dus dat is telefonisch contact. Maar ook op de site zie je allerlei informatie die je veel voorkomende vragen bijvoorbeeld. Ja. Die je kunt raadplegen om je vraag beantwoord te krijgen. Ja, en de studieadviseurs die zijn er neem ik aan ook voor als mensen nog niet precies weten wat ze willen. Ja, maar dat is natuurlijk, dat is eigenlijk uiteindelijk het belangrijkste. Hè? Dat je iets kiest wat goed bij je past. En dat je, daar kun je natuurlijk vaak in je bedrijf ook je PNO-functionaris als collega voor gebruiken. Maar zeker kunnen wij daar ook in meedenken. En daar zijn inderdaad die studieadviseurs met name voor opgesteld. En nemen gewoon die procedurele stapjes daarin mee. Ja. Maar inhoudelijk is dat is eigenlijk hun belangrijkste bijdrage ook voor al die mensen die op zoek zijn. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat we voor nu al genoeg weten. Ja. Dus heel erg bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. En voor onze luisteraars, ga vooral even op onze website kijken. Want er staat dus inderdaad alles overzichtelijk uitgelegd. En als je vragen hebt, dan bel je ons gewoon. En ik hoop jullie weer te treffen bij de volgende cast.